Met een prachtig zonnetje en een temperatuur van net boven het vriespunt was het vandaag een uitgelezen dag voor een boswandeling. Op verschillende plaatsen kwamen natuurliefhebbers verontruste boswachters tegen. Het is voor ons echt enorm chockerend om het zo maar eens te noemen. We kunnen ons werk gewoon eigenlijk niet meer uitvoeren. En bijvoorbeeld het onderhoud van wandelen en fietspaden, dat kunnen we niet meer betalen. We kunnen eigenlijk bijna niks meer betalen. Als het aan het kabinet ligt, wordt er voor miljoenen gekort op het natuurbehoud door Staatsbosbeheer. En dat heeft zijn gevolgen. Bijvoorbeeld voor de schaapskudde op de Stabrechtse Heide. Ja, dat zou verschrikkelijk zijn, want dat zou dan betekenen dat zij deze schaapskudde niet meer zouden kunnen inhuren. Ja, dan zou dat het einde van de schaapskudde betekenen. En niet alleen dat, ook de heide die zal daardoor dus zeker achteruit gaan. Ja, ik heb het gehoord, er wordt heel veel gekort. Ja, ik vind het heel jammer. Ik vind de natuur heel belangrijk. Ik zou het anders ook niet geweten hebben, denk ik, dat er zoveel gekort werd op Staatsbosbeheer. 40%? 40%, dat vind ik echt belachelijk veel. Bij Staatsbosbeheer denken ze ook dat Den Haag het grote economische belang van de natuur over het hoofd ziet. Want de natuur kost niet alleen geld, het levert ook veel op. Het Brabantse recreatiegebeuren heeft enorm groot belang bij het beheer van de terreinen door onder andere Staatsbosbeheer. Want een mooi landschap, mooie natuur, trekt enorm veel recreatie aan. De Efteling trekt 4 miljoen bezoekers per jaar. En alleen de Staatsbosbeheerterreinen in Brabant trekken al 8 miljoen bezoekers per jaar. De komende maanden, tot de provinciale verkiezingen, zijn er meer acties te verwachten.